rijden mee met de eenheid Zeeland-West-Brabant bij Waarden op de Rijksweg A58. Surveillante Dries en René krijgen een melding van de centrale meldkamer. 159, 129, links, de zuidbaan. Ongeval gebeurd. Voertuig is doorgereden en bus van hij heeft de Suzuki van de weg gedrukt. Zet zwaar, ligt maar op. Ja. 70, kuit, bericht dat het. Gaan kijken of het erbij kunnen komen. En als je de positie kan blijven doorgeven, graag. De melding die erachter rijdt, rijdt met een Peugeot Volvo S60, rijdt achter die bus uit. Afrit Mauser Plantage. De Mauser Plantage eraf, hoor ik net. Wij hebben de afrit 2, melkkamer. Pakken nu de afrit. Ja, nou. Goed, rondje heen kijken. GMZ-positie. Roosendaalse baan. Roosendaalse baan zit hier nu in GMZ. Ja, hij rijdt hier daar zo voor ons. Drempel en stopbak. Ja, we hebben een windvisier. De agenten gaan over tot een staande houding en de bestuurder maakt een nogal labiele indruk. Het gaat niet helemaal goed. U hebt net een ongeval veroorzaakt op de 58. Oké. Okay. En ik krijg wat drank bij u. Of kan dat niet? Jawel. Ja, behoorlijk. Stap je maar even uit. U bent even aangehouden. Komt er maar even uit. Gaat dat lukken? Jawel, zeker. Oké, goed. Nou, je bent even aangehouden. We gaan straks even een alcoholtest doen bij u. Oké. En er is een ongeval geweest op de Rijksweg 58, waar u ook bij betrokken bent geweest. Dat hebben mensen ook gezien. Oké. Dus dat gaan we even onderzoeken. Is er iets gebeurd? Even bekijken. Ja, dat weet u beter dan ik, denk ik nog. Nee. Maar goed. Kom maar even mee, dan even naar de auto. Is er iets gebeurd? Ja, er is wel wat gebeurd, ja. Wat is er gebeurd? Een ongeval, ja, waar u bij betrokken was. We gaan even de blaastest doen bij u. We gaan even kijken. Is er iets gebeurd? En ik denk dat u al redelijk hoog gaan inschatten. Blijf maar even staan. Is er iets ergens gebeurd? Nee, toch? Ja. Serieus? Ja. Nee. Is er iets ergens gebeurd? Ja. Er is een ongeval gebeurd. Dus daar gaan we straks even. Ik weet niet de details van het ongeval, maar u was er wel bij betrokken. En we willen even de blaastest doen. Even een hap lucht van u en even zonder te stoppen even blijven blazen op de wind. Ja? Doorgaan. Ja, stop maar. Ik weet niet wat er is gebeurd precies. Weet je wat er is gebeurd? Nee, dat weet ik niet precies, maar dat horen we nog wel. Okay. Het is in al een F, dus dat betekent dat je veel te veel gedronken hebt. F in die kaas. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Nee, gaan we zo horen van de collega's. Dus nogmaals, je bent even aangehouden. We gaan even kijken waar we met je naartoe gaan, naar welk bureau. Okay. En dan gaan we het daar even. Is dit de SBS of? Het rijbewijs. Ik heb geen rijbewijs. Je hebt geen rijbewijs? En wat is dat rijbewijs dan? Sorry? Waar is het rijbewijs? Rijbewijs bij CBR. Oh jee, ook nog? Ja, echt klote. Ja. En weet je baas dat ook? Nee, baas, ik moet over een paar dagen voorkomen. Ik probeer van een advocaat voor mijn werk te kunnen behouden. Dat was nog een paar dagen. Ja, wat een berg ellende, joh. He? Ik bedoel niemand kwaad. Nee, ja, dat doe je wel. Maar je rijdt iemand van de weg af, kennelijk. Dus, nou, dat was niet. Met een slop op. Dat was echt niet serieus. Nee. Maar goed, voorlopig doe je het wel. Oké, nou, we wachten even op de collega's. En dan, er was nog iemand onderweg, zei u, voor een transport. Maar we willen het ook eventueel zodanig organiseren dat we zelf met de verdachte en met de betrokken voertuig naar het bureau in Kruiningen rijden. Dus dan zou het vervoersprobleem zou opgelost zijn. Een flinke hap lucht pakken voordat je begint en continu blijven blazen. Dat is echt stop. Oké, ga door. Ja, stop maar, dat is één. Hartstikke goed. Spoelen. Ook nog. Ik was te voelen als jullie in de vaatwasser. 1025. Dus dat is ongeveer 5 keer zoveel. Wat is dan een straf? Dat gaat de rechter helemaal bepalen. Die gaat gewoon een heleboel bij elkaar pakken. Dan kunnen we totaal geen. Houd niet in dat ik hier een week gevangen zit. Nee, dan gaan we zo met de chef van dienst overleggen. Nou, ik ga u meedelen dat u niet verplicht bent om vragen die stelt wat antwoord te geven. En ik ga u meedelen dat u maximaal voor 6 uur kan worden vastgehouden aan dit politiebureau. Oké. Ik werk gewoon sowieso volledig mee. Gelukkig. Ik ben niet een veroorzaak van een ongeval. Daar ben ik van overtuigd.
Ik ga die discussie op dit moment niet aan. Ik ben er niet feitelijk bij geweest. Dat is voor de collega die heeft moeten blazen. En die is in ieder geval over de limiet. Ja, dat is duidelijk, hè? Meneer is bang dat hij vanavond en vannacht bij ons moet blijven. Dat is eigenlijk zijn grootste angst tijdens de afhandeling van deze zaak. Maar... Alle andere dingen. Ik ga er nog geen uitspraak over doen tot aan de zetten zijn. Dank straf, dat kan ik allemaal aan. Ja. Maar niet. Nee. Nou, we gaan dat straks bekijken naar het afgelopen. Oké, prima. Voor de politie is de zaak verder afgehandeld en de stomdronken chauffeur wordt opgehaald door een collega. Hoi. Hoi. Hey. Madries. Hoi. Jij gaat hem meenemen? Ja, ik ga hem meenemen. Hartstikke mooi. Ja, dat is Engel. Ja. Ik heb gesmeekt om Remco. Die heb Brahim al meegenomen. Onze auto staat daar. Mooi zo. Dan ga ik de poort voor jullie open doen en dan kun je verder. Ja. En dan, als er vragen zijn, je weet me te bereiken. Ik zou dat even checken. Ja, super man. Ja, oké. Ik zou straks even op. Oh, is goed jongen. Hartstikke bedankt man. Oké. Hey, dankjewel. Deze chauffeur wordt op staande voet ontslagen en kan mogelijk een gevangenisstraf tegemoet zien. Zijn werkgever stelt achteraf bewakingsbeelden beschikbaar, waaruit blijkt dat de man bij terugkomst gewoon weer in zijn auto is gestapt. Ook dit misdrijf zal uiteindelijk door de rechter worden meegewogen.